U kijkt naar het versionaal van Weerplaza van 15 oktober 2015. In Centraal-Europa hebben we te maken met een storing die zorgt voor veel bewolking in grote delen van Centraal-Europa. Deze storing, op dit moment boven Frankrijk, trekt de komende 48 uur via de Alpenlanden terug Duitsland in en zal daardoor bij ons de nodige bewolking en ook neerslag gaan zorgen. Want op de animatie is er goed te zien dat de komende dagen veel neerslaggebieden onze kant op komen. En deze draaien allemaal om die storing heen en komen vrijwel allemaal uit oostelijke richting onze kant op, waardoor er bij ons de komende dagen wat regen gaat vallen. Over een aantal dagen neemt de invloed van het hoge drukgebied boven Engeland toe, waardoor bij ons met name vanaf zondag de neerslagkansen gaan afnemen. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen bewolkt en van tijd tot tijd valt verspreid over het land wat regen. Vanuit het oosten komt wat de droge periode onze kant op, maar later in de nacht en met name morgen vroeg gaat het opnieuw vanuit het oosten regenen. Het blijft bewolkt en ook morgen zullen we de zon overdag weinig gaan zien. Het wordt in de nacht niet koud, niet zo koud als de afgelopen nachten met minima zo rond de 5 tot 8 graden. Morgen overdag blijft dan de bewolking overheersen en vanuit het oosten volgt dus een nieuw gebied met regen. Soms kan het even stevig doorregenen en lokaal kan ook behoorlijk wat neerslag gaan vallen. Het wordt wel minder koud dan de afgelopen dagen met de middagtemperaturen zo tussen de 7 en 12 graden. De noordoostenwind die blijft aanhouden en is meestal matig tot vrij krachtig van kracht. De komende dagen blijft dan de bewolking grotendeels overheersen. Want op zaterdag hebben we geregeld nog te maken met perioden met regen. Met name in het noorden van het land. Heel misschien dat in het zuidoosten van het land de zon al even tevoorschijn komt. Maar heel erg veel zal het allemaal niet voorstellen. Vanaf zondag dan verbetert het weerbeeld langzaam, dan nemen de neerslagkansen door hoge druk boven Engeland af en gaan we ook in het binnenland de zon af en toe zien. Het wordt dan ook al iets minder koud met dan middagtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En vanaf maandag dan is het echt een stuk beter, want dan zijn er, is het grotendeel van de dag droog, valt er heel lokaal misschien nog een spatje regen en de temperaturen die kruipen alweer langzaam richting de normale waarden voor de tijd van het jaar met dan in de middag 11 tot 13 graden. De temperaturen op de lange termijn die veranderen na maandag eigenlijk niet zo heel veel. Wel komt langzaamaan de dagelijkse gang in de temperatuur weer terug. Wat betekent dat er geleidelijk aan meer zonneschijn zal zijn. Ook in de nachten zijn er opklaringen waardoor het misschien af en toe aan de grond kan gaan vriezen. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.